We kijken even een videootje tussendoor. Ja, dat is niet op de maandag natuurlijk, maar op de zaterdag. Niet verwacht dat ik deze op de zaterdag op zou nemen. Ik dacht me eigenlijk een keer door de week op te nemen. Maar dat geeft niet. Niks getreurd. Helemaal niks. Want ik vind het natuurlijk hartstikke leuk. Wat? Woehoe! 600 abonnees! Wow. Yay! Kijk, dit staat schoon. Ja, overal confetti nou. Ja. Zelfs op de muur zit het. Zie je? Volgens mij zit toevallig daar met een spinnenwebje. Die gaan we dadelijk. Magisch! Overal confetti! Nou, dat kunnen we over een weekje nog wat terugvinden. Hé, Schrikkie, koes! Koes! Ja, laat het los. Laat het los. Koes! Koes, mijn vrouwtje! Koes, mijn vrouwtje! Nu heb je 700! Nee, 600, hè? Kijk, Schrikkie, die schrok even ervan. Ja. Schrikkie, schrok! Trek je auto niet van confetti. Ja. Ja, het is goed, jongen. Het is goed. Ja, kijk. Hier is je oude confetti. Zie je dat? Mooi confetti. Kinderen die gaan ook met de confetti aan de haal. Dus we hebben de 600. Ja, niet zo dicht bij de camera, schat. Iets is vanaf. Dan heb dat meer effect. Dus, top. Dankjewel. Ja, het is zaterdag. Ze zitten lekker sloddervossig uit. Ik heb hier zo de dingetjes nog van vorig jaar. Die gooi ik zo op tafel. Nou, dat ding leeg. Ik doe even zo met mijn sjaaltje. Nou, leeg. Goed. Nee, die doen we niet, schat. Die zijn van vorig jaar. Ik heb hier zo de nieuwe namen opgeschreven. Zijn er niet zoveel dit keer. Het zijn er maar 10. Gekke meid. Ik heb hier zo Elisabeth. Ik hoop dat het allemaal een beetje goed in beeld komt. Die doet dus mee. We hebben hier Lisa Rosa. Die doet mee. We hebben hier Goedele. Ik hoop dat ik jullie namen goed uitspreek, hoor. Annemijn. Annemijn. Mag ik u? En hier hebben we Samantha. Samantha. En we hebben hier zo Melissa. Melissa van Spring. Nee, het is een andere Melissa. Mrs. Klaus. Grappige naam. En dan hebben we hier zo een Miranda. Hup. Dan hebben we hier Cindy Whisper ASMR. En dan hebben we Anouk. En dan hebben we Tijmen. En dan hebben we hier zo Brooklyn. Helaas, dit jaar doen er niet zoveel mensen mee dan de andere jaar. En dat geeft niet. We hebben er maar 10. Dus de kans is dan juist alleen maar meer groot. Je kan het wel winnen. Goed, nou. Ik heb ze allemaal van mijn Instagram afgehaald. En eentje heb ik via mijn Facebook af. Want die kon het echt niet vinden hoe ze het moest doen via Instagram. Want ze had het niet en ze wist ook niet hoe wat. Maar wou wel heel graag meedoen. Zit er dus in. Ik heb hier ze dus gewoon al die flappies. Gewoon met al de naampjes. Bij ik ga ze even stuk voor stuk weer even omvouwen. Zoals al de andere jaren. Wij mogen er één pakken. En de ruimte is alle confetti aan het doen. Kijk, ik maak er allemaal van zulke kleine flappies van. Dus die vouw ik allemaal gewoon even dubbel. Zo. Dubbel. Dubbel. Dus die gaan gewoon allemaal in de potje. Nee, ik moet het niet zo hard lopen frotten. He. Haat kapot. Moet u niet hebben, hè? Zo, ik vouw ze even allemaal dubbel, hoor. Kan even duren. Meer. Gaat van mij maar even van de grond af een beetje halen. Een beetje bij elkaar. Doe eens rustig, Miepie. Weet ik even niet. Even geduld hebben. Dus ik vouw ze even heel snel dubbel. Dan weten we snel genoeg tegen die tijd hoe of wat. Ik wil alleen even dat
Ja, nog eentje. Hou het even lekker spannend. Ja. Ja. Ik heb ze allemaal hierheen zitten, zoals de vorige keer ook zo. Misschien wordt dat met een dingetje. Dan doe ik even husselen, zodat het ook echt niet zichtbaar is. Ik ga even strekken. Nou. Beetje die is ziek geweest. Thuis is nog wel een beetje ziek, maar in betere hand. Die hebben een flinke kort, flinke kortsaanval gehad. Ja, ze staat hier met haar handje. Ze grijpt er eentje uit. Ik zal even de camera naar beneden. Daar hebben we Blessing staan. Laten we even de beeld focussen. Ja, 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 ja. Nou, ze gaat graaien. Ik ben het gelaten. Die? Goed. Deze wordt het. En het is... Oh. Kunnen we goed krijgen? Cindy. Whisper ASMR. Zij is de gelukkige winnaar geworden. Ik zal hem even een beetje omhoog doen. Want dan zie ik een beetje. Dankjewel Blessing voor je hulp. Kijk. Die is de gelukkige geworden met het winnen van mijn box. Goodie box. Dus die ga ik straks helemaal in elkaar doen. Wacht, even een beetje omhoog. Alles in orde maken, die doos. Ik ga haar een berichtje sturen. Met zo van dat ze er gelukkiger is geworden. En dat ik haar adres ga vragen, zodat ik het naar haar op kan sturen. Die maak ik ook een video van. Dat ik het heel die doos netjes in elkaar ga flansen. En haar ga opsturen. En daarbij zal waarschijnlijk ook de oudste van mij dan daarbij gaan helpen. De jongste heeft dus een loodje getrokken. De oudste gaan me daarbij helpen. Maar eerst ga ik daar eerst even de confetti opruimen. Dat is misschien wel handig. Misschien gooi ik nog wat van die confetti in die doos. Nee, maar even gekkigheid. Dus dat hebben we dus gehad. Dus gefeliciteerd Cindy. Sorry voor de anderen. Dat jullie helaas niet geworden zijn. Maar ja. Ik doe geregeld wel eens een giveaway'tje weg. Dus gewoon op deze manier, zodat het iedereen mee kan doen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dus feliciteer haar. Ik ga haar een berichtje doen op Instagram. Dat ik haar naam heb getrokken. Vraag naar haar adres. En daarna maak ik weer een video over dat ik het in orde ga maken. Naar de winkel ga brengen. Naar het postkantoor. En ja, dan is het hopen wanneer ze het ontvangt. Dus ik vind het wel leuk voor haar. Ze heeft dus gewonnen. Nogmaals, sorry voor de anderen. Helaas, dat is met een loting. Ik zou graag meer dan mensen, maar dan hou ik daarna niks over. Dat is ook niet leuk. Dus ik ga deze doos heel leuk in elkaar flansen, goed inpakken en versturen. Dus die video komt dan ook nog een keer online, dat ik het helemaal in orde ga maken en het gaat opsturen. Maar nu moet ik even wachten op het adres. Dus bij deze. Dus ik wil jullie bedanken voor deze kleine korte video tussendoor. Ik hoop dat je het leuk vindt. En blijf abonneren. En ik ga eens met mijn man overleggen wat we doen als we de 1000 hebben behaald. Of we dan ook een giveaway doen. Maar dan moet ik even met mijn man overleggen wat we precies gaan doen met die giveaway. Dus we gaan het zien. Want ik vind die giveaways altijd wel leuk. Dus vandaar. Nou, dus bij deze een videootje tussendoor. Dus nogmaals, bedankt voor het abonneren. Blijf geabonneerd. En er komt dus binnenkort dus nog een giveaway daar staan met 1000 abonnees. En dan gaan we gewoon daarna bij de 1500 of zo of de 2000. En iedere keer als er 500 bij zijn, ja. Ik denk dat het wel een leuk idee is. Bij elke 500 gaan we een giveaway doen. Tenzij dat het wel heel hard gaat. Maar dat verwacht ik niet. Maar dus iedere keer als er dingen zijn, gewoon meedoen. Je ziet wel, je komt er wel een keer uit. Dus, maar ik zit echt maar ergens nu aan al die confetti op de grond. Mijn ADHD die zegt, error. Er is troep in huis. Het moet opgeruimd worden. Dus ik ga lekker opruimen. Dus dankjewel voor het kijken. Kan je dan even een paar confetti overlaten voor mij? Ja, dan zoek je ze maar uit. Ik heb ze nog niet weggeveegd. En er komen een paar in de doos te zitten. Gewoon voor een surprise. En dit papiertje komt er ook bij in. Met er nog een persoonlijke boodschapje erbij. Dus ik ga het allemaal heel leuk maken. Dus, maar eerst ga ik dit even opruimen. Dus dankjewel voor het kijken nogmaals. Dames en heren, jongens, mijn is het en de neutrale. Dankjewel en tot de volgende video. Blijf geabonneerd en blijf abonneren. Doedels. Haha.